happening. Hey, maar luister, waar zijn je matties? Waar zijn je matties? Er is sowieso een mattie van jou in de stad. Dit is een beetje, dit is net als Weekend Millionaires. Mag je weten toch? Je hebt 3 hulpleden, man. Welke wil je als eerste breuken? Wil je een mattie bellen? 220. 220? 220 euro. Per of 1000? 220 euro per persoon. 220 euro, bro. Per persoon? Ja, man. Vriend, dan kan ik nog beter demonstratie doen. Wat heb jij verdiend met demonstratie dan? Ja, nee, maar dan krijg je tenminste 10 euro per uur extra. 220 euro per persoon, vriend. Kom op, joh, jongens. Kom op, wij moeten wel even een klein plakkaatje krijgen van deze keer. Wat heb je gedaan? Niks heb je gedaan. Hey! Ga je erbij verkragen, man? Wat doe je met jou? Wie denk je dat je slaapt, vriend? Eerst noem je mij bikermeis. En nu zit je te klagen. Hey, vriend, die heeft het echt boos gemaakt. Die heeft hem echt boos gemaakt. Wie denk je dat je bent, vriend? Ik ben boos nu, man. Hey! Hey, hoek je nou ook, vriend? Weet je wie ik ben? Ik ben Kimbo Ice, man. Rustig. Kim Ice? Kimbo Ice. Wacht, Ice, ben jij het? Ja! Verdomme, joh, door de kaal loopt ik zie niet. Maar heb je de hele tijd niet door dat het ijs was. Verdomme, vriend, ik vraag jou gewoon, kijk, luister. Jullie zeggen mij, Mahmoud, kom mee, Mahmoud, stap in, Mahmoud, grote geld en dit soort dingen. En nu jij zegt 220 euro per persoon, kom op, is je toch even serieus? Mahmoud, kijk deze huis. Jongens, kijk, nee, kom op. Ik wil niet te veel bemoeien, maar we hebben net wel gewoon risicogeld verdiend, man. We zaten in de auto met ons hoofd gebukt en we konden elk moment doodgaan. Ja, elk moment dood. We hebben jou nog rustig gezegd, rustig zijn. Kijk! Ja, papa. Kijk, alle. Dit is al een mooie start. Kala! Kala, geef je rekeningnummer, papa. Mijn rekening, ik weet niet wat mijn rekeningnummer is. Dit is een mooie start natuurlijk, maar waar... Kijk, dit is administratiekost. Oké. Hey Peter, wat doet Frage hier? Ja, dit is jouw net. Biedt gewoon niet goed. Heb je die eurotje? Man, IJsman. Heb je die euro? Ja, wacht dan, man. Oh, sorry. Peter, ik heb ook maar 1 euro. Heb je hem of niet? Ja, ik heb. Nee, op mijn bank. Ik weet niet of ik hem heb gehad. Ik heb wel een euro gehad, ja, klopt. Ja. Oké, dan moet je nu het krijgen. Oké. IJsman, geef me even een knuffel, man. Ik dacht dat ik gier ging doen, man. Nee, genoeg casino geld. We hebben weer genoeg casino geld. Hé, hoeveel heb jij? Peter, heb je ook 30 gekregen? Wat heb je 30 gekregen? Ik heb hij liep. Dankjewel. Hé, grapje, vriend. Ik heb 10.000 gekregen. Voor niks doen, leider. Niks doen, boven. Wacht, kijk, luister. Ik weet, jij bent man van groot boven de hiërarchie. Survival of the fitness, jij staat best wel hoog, natuurlijk. Maar, eerst zeggen niks doen, kijk. Ik kan nog accepteren, ja, wij zijn inderdaad klootjak, maar niks doen. Kom op, vriend. Jij zegt tegen ons, kom hier, stel me gerust, stel maar dit. Ik heb jou nog massage gegeven in de auto en opeens nu niks doen. Jij wil rellen, voor geen geld. Ik neem jou mee, je ging nog eerst klagen. Ja, maar broer, jij zegt 220 euro. Volgende keer, geef ons gewoon tak, alsjeblieft. Geef mij, beter geef maar tak. Zeg maar, jullie moeten die tas brengen of zo, of wapens poetsen of zo, weet niet. Maar geef ons, weet je... Laat ons dan ook niet zitten. Ik voel me niet te groot, maar ik voel me wel te groot voor waterpoetsen, man. Wapenspoetsen, man. Ik weet het niet, man. Toch? Mahmoud, wat vind je van deze kledingstijl van deze gozer? Ja, wat moet ik zeggen? Ja, als jij goed voelt, dan luister. Als jij in deze outfit zijn beste werk doet, dan hij moet doen. Ja, bro, die broek moet echt stoppen, man. Ik kan het niet meer zien, man. Ja, maar het is altijd, zeg maar, ik moet een beetje, zeg maar, zo'n broek aan doen, anders kan ik niet goed nadenken. Ja, de. Hahaha. Ik denk dat het in je hoofd zit, man. Ja, dat zou goed kunnen. Maar het is gewoon mijn bijgeloof. Klaar. Jongens, ik ga even een pukje doen en bedankt voor alles. Ik ga jullie... ik ga jullie andere keer zien, vriend. En laat mij weten, volgende keer wat jij voor mij hebt. Komt goed, man. Spreek met Petro, dan kunnen we even praten met z'n drieën. Geef mij knuffel. Geef jij mij knuffel. Ik wil knuffel. Ja. Wil je vorige keer knuffel gegeven, jij of ik? Ja, ik vriend, hoe bedoel je? Jij hebt het niet gegeven. Kom. Kom. Yo, jongen, hey. Nee, niet weer mijn nek kussen, man. Stop, man. Sorry, ja. Lekker hard, joh. Ik wil wel lekker. Jongens. Yo, dat is een mooi einde. Ik hou van jullie. Nee, later. Mooi einde, tot ziens. Hey jongens, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er? Hoor, hè?
Nietjes. Oh joh, maar dat val ik niet. Dan is iedereen op hun afrennen. Wacht, hoe doe ik dat? Hoe doe ik het? Oké, sorry. Hey, wat is waar, dit is die Italiaan, hè? Zet hem hier. Jorginho! Die ook laatst op Blokkenpark was. Jorginho. Die vervelende guy. Nee, jongens. Hey, jongens, we gaan hem hier voor het dagbord zetten en dan gaan we dachten, oké? Okay? Ja. Nee, jongens, ik wil hem niet dachten. Ja. Oh, moment, nee. Wacht. Maar wat komt deze man doen eigenlijk? Deze man vond het nodig om ons af te luisteren. En toen wou ik hem op zijn knietjes zetten. En toen poefde hij op in zijn stad uit op een magische manier. Ah, je bent ook nog goochelaar. Hans Kazan, hè? Hé, waar zijn je goocheltrucs nu? Waar zijn ze nu? Jongens, waar? Ik was even weg, jongens. Kijk goed naar mijn handen. Kijk wat ik kan toveren. Nee, please. Dus, wat kwam jij hier doen? Jorginho wil geen probleem. Waarom luister je ons af? Hou je pek en waarom is je ons af? Begin te praten. Jongens, als ik nu dingen ga zeggen wat ik niet mag zeggen, word ik doodgemaakt door andere mensen. Kijk, wat? Oh, hij is informant. Dat had je niet moeten zeggen. Begin te praten. Nee, ik kan het niet. Anders ga jij en je familieleden dood. Iedereen, vrouw, kinderen, alles gaat eraf. Virginia, ik hou jou net zo lang in leven tot elke familielid van je gestorven is voor je eigen ogen. Begin te praten. Maar Georgina heeft geen familie. Georgina heeft alleen achter. Begin te praten. Oh, nee. Maar, je moet nu praten. Wie heeft jou gestuurd? Meneer, ik kan het echt niet doen. Het spijt me zeer. Het spijt me. Georgina spijt me echt heel erg. Maar. Oh, nee, please. Deze mannen zijn misschien politie. Wacht, één moment. Wat één moment? Wow, sta stil, man. Hé, ik hoor helikopters. Hé, IJs, is die aan de koffie? Pas op, binnen die. Iemand heeft mee te luisteren en meegekerst. Is die mee? Is die ook gepakt? Nee, ja, hij zit mee te luisteren op afstandje. Zet zak over zijn hoofd. We gaan een lange nacht goed. Nee, jongens. Ik heb geen, man. Hé, boys, gaan we hem nu gewoon blazen? Nee. Hij gaat niet de pedicure XXL treatment krijgen, toch? We hebben info nodig. Oh bro, je bent er beter zeg in het nu, man. Ik zeg, bro, luister, ik kijk. Bro, luister, ik ben van hun allemaal het liefst, hè. Ja. Luister, je kan beter gewoon praten, want wat je nu gaat meemaken, bro, ik ben... Is niet leuk. Is niet leuk, is echt niet leuk. Jongens, nee, maar ik snap hem, maar... Zet eens even duct tape op zijn plek. Oké. Zet er iemand even een auto klaar aan de voorkant. Staat klaar. Oké, bro, luister, ik ben jouw mental support, ja. Beter. Dan gaat je door het hele proces heen leiden. Ja man bro, het gaat echt fucked up zijn. Het gaat fucked up zijn man bro. Het gaat echt fucked up. Ik ben daar geweest, oh bro. Nee, jullie kunnen doen. Maar ik word er nog Georgina wordt er nog liever doodgeknald dan dat hij een van zijn mensen maar bro, luister. Geloof me, dat wil je niet. Je gaat sowieso praten. Bro, luister. Het ligt alleen aan jezelf, hoe snel. Bro, luister dan. Jongen, succes. Wie heeft gezegd dat je geknald gaat worden bro? Nagels gaan eraf, bro. Ik zie jullie op locatie. Zet hem in de kelder. Ja, toch? We gaan hem brengen, man. Dank je, man. Bro, luister, ik ben jouw mental support. Kom, Peter. Moet ik bij jou erin? Ja, kom bij mij. Oké, bro. Sorry, ik moet je nu alleen laten. Het kan fucked up gaan. Ik weet niet, man, bro. Laat maar, man. Later, boys. Jee. Bro, ik ga als psycholoog zijn voor die guy, bro. Ik denk dat iemand... Hij is gestuurd door iemand, man. Maar denk je ook te weten door wie? Daar gaan we achter komen. Jo. Alba, hoe kan je me geen club opgeven, man? Nee, wacht. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de club. Oh, niet die kus in mijn nek, man. Waarom kust iedereen in mijn nek vandaag? Je hebt een zachte nek, man. Beetje zo mollig, zo lekker, man. Oh, wacht, ik weet niet meer wie. Wow, ik ga hier eruit, want je kust in mijn nek weer. Ik word helemaal gek hier. Hé, wat is er mis met Alba, man? Die man blijft in mijn nek kussen, man. Hij mag je toch? Vakka-strijders. Yo, man, Piet. Ga jij naar bruiloft? Piet, Peter. Nee, bro, we gaan... gaan niet naar bruiloft vandaag. Niet? Oh, Peter. Passie, man. Als Noorden, bro. Lekker met jou. Rustig. We zijn er weer, man. We hebben een probleempje hier, man. Wat is er? Je hoofd glimt al, hè. Ja, bro. Een beetje vaseline erop gespeeld, bro. Jullie maken mij onzeker. Ik ga weer hoed opzetten, man. Nee, hoeft niet. Maar beter, man. Die is wel smaak. Hey, Italiano. Shift A. Shift Italiano, you need to sit. I like Margarita. Shift A, ik heb Shift A spiel gedaan. Yes. Georginio. Waarom je mijn naam elke keer zo eng zeggen? Georginio. Je gaat alles vertellen, Georginio. Jullie moeten even in mijn schoenen staan. Zouden jullie ooit van jullie eigen maten naaien? Oh, dat ga je zeker doen. Maar zouden jullie dat zelf ooit doen? Nee, toch?
Bro, dit gaat... Ah, ik probeer heel de tijd als psycholoog voor jou te spelen, bro. Luister. Oh, ik, ben, ik ben in deze situatie geweest. Dit ga je niet, gaat niet leuk vinden, man. Je weet dat ik net je telefoon heb gepakt, toch? Oh, ja. Aha, oké. Okay. Ik ga via de telefoon. Oh, telefoon, ja, mag je doen, ja. Telefoon mag je doen, ja. Ja. Ik zeg al, ik ben van voor de tijd gewaarschuwd voor jullie. Hoe slim jullie spelen. Jorginho. Waarom je mijn naam elke keer zo hard zeggen? Mama zegt, ze vertelt de waarheid. Op telefoon zitten niet eens 10 berichten. Oh, hij wil grappig doen. Oké. Okay. Niet te geloven. Hey. Jongens, wat vinden jullie van mijn badslippers? Oh. Nee, wat serieus dat doen, vriend? We maken geen grapjes hier. Oh, okay. Het was gewoon een vraagje, jongens. Niet te geloven. Niet meteen allemaal zo boos. Nee, hij gaat niet praten. Auw. Oh, Achilles door. Oh, je kan beter praten, man. Ik zweer, als jullie in mijn schoenen... Oh, zat. Jullie hadden ook nooit jullie maten genaaid. Ik weet zeker. Hey, Beck. Auw. Oh, ze gaan... Nee, niet de tang. Ja, nou. Oei. Sorry. Zijn tanden, zijn tanden. Aina, vertellen. Kijk, je gaat niet beginnen met de kies, toch? Jorginho, parla, bello. Parla. Ik kan het niet zien. Heb je al wat te zeggen? Het is bij me, zeg maar. Ik kan niks vertellen. Als je niks gaat vertellen, ga je langzaam dood. Dat weet je toch? Oh. Als je wat vertelt, heb je nog kans om te overleven. Je geeft om je leven, neem ik aan. Ik kan gaan vermelden mijn vrienden leven. Bo, luister, ze gaan ook al jouw matties vinden. Ze gaan al jouw matties vinden. Ze gaan iedereen dezelfde behandeling geven, man. Ik kan het uit ervaring vertellen, man, bro. Gewoon elke Italiaan van de straat afplukken. Elke Italiaan, hij is geen Italiaan, dat is nep. Dit is Richard Smaldik. Smaldik energy. Oh, de stroomsel. Hoe kunnen jullie dit zien? Het is lekker toch, het is leuk toch? Zeg maar als ik hem aan moet zetten. Ja, begin maar. Maar misschien wilt u nu praten. Misschien moeten we eventjes wachten. Bro, beter. Ga gewoon even praten, man. Hij wil de special treatment, man. Nee, ik wil niks zeggen. Oh, hij wil de XXL treatment. Wil je de big boy uithangen? Ik heb de hele nacht de tijd gehad. Eigenlijk niet. Alright, vertel dan. Ik kan niet vinden, nou ja. Mijn kiezer doet zoveel pijn. Zet hem alvast op volume 2. Pak. Oh nee. Jongens. Oh, niet de naam. Ik word misselijk. Ik word misselijk. De nagels. Als jij eens niet tegen kan zijn, de nagels. Goed, maar bij jou? Ja, sorry, maar ik moest even plek zoeken waar niemand me hoort, maar ik kan niet naar buiten rennen. Ik heb een heroïne spuit nodig, boys. Ik sta bij het huis van mijn oma, man. Ja, boys, iemand ja, heroïne spuit? Ja. Ik heb hem niet, man. Even kijken. Je moet het vast staan voor hem. Ja, toch? Dat vind ik wel een beetje eng. Kun je even trouwen, hè, bro? Niet schieten hier. Nee, nee, bro, ik ben niet gek. Ja, dat ben je wel. Ik heb niet gezien, bro. Bro, je bent gek. Trouw je, hè? Nee. Ah, nou, Peter met EK, dat gaat niet gezond zijn. Dat gaat niet goed. Jongens, luister nou. Eerlijk, hoe staat hij? Even tussendoor. Dan moet je hier binnen staan. Kom hier binnen staan. Zet dat ding in je hand. Sigaar in je bek. Dan ben je gewoon El Capone. Maat, ik denk niet dat jij op die AK wil zitten, toch? Ja. Bro. Wacht even, ik moet even... Wacht even zo. Bro, niet zomaar staan. Richt op hem zo. Blijf zo staan. Oh ja. Dit zou nog de snelste dood voor je zijn, hè? Maar dit gaat niet gebeuren, bro. Weet hoor. Het liefst zou ik het voor je doen, hè. Het liefst zou ik de trek voor je over. Dan ben je ook van die pijn af. Ik snap, is niet leuk, bro. Maar ik bepaal niet. Ja, toch? Waar richt jij nu? Op die hoofd? Op zijn eerde, op die lelijke eerde. Nee. Maar luister dan, waar zijn je matties? Er is sowieso een mattie van jou in de stad. Dit is een beetje, dit is net als Weekend Millionaires. Mag je weten toch, je hebt 3 hulplijnen, man. Welke wil je als eerste gebruiken? Wil je een mattie bellen? Wil je voor 50-50 gaan, wat er gaat gebeuren? Misschien tanden eruit, misschien nagel eruit. Weet je wat er gaat gebeuren? Staat dat of, we hebben nog een derde natuurlijk, de derde hulplijn.
Dat is dat het publiek mag stemmen. Ja toch? Het publiek hierachter mag stemmen. Wat er gaat gebeuren. Een mooie oldschool code 2 toch? Kan ook. Heb je ooit heroïne gebruikt? Je gaat spacen, neef. Continue eigenlijk. Weet je wat het fijne is van heroïne? In het begin word je er kortsmisselijk van. Daarna word je misselijk als je het niet neemt. Ja. Mama, heb je me verdoven voor mijn kies? Ik kan me echt niets vertellen, jongens. Ja, maar dan gaan we een leuke show geven voor je gezicht. We gaan die dame zoeken.